Holy, Rosita is een hartverwarmende film over Rosita, gespeeld door Daphne Achter. En Rosita die heeft de wens om in de maatschappij een normale vrouw te mogen zijn. Ze is met een speciale computer geboren, maar ze heeft, zoals heel veel vrouwen, een kinderwens. En we volgen haar hoe die kinderwens al dan niet gegund wordt door de mensen rondom haar. We love cinema. Ik speel het personage Nadia. Nadia is een sociaal werkster die op het pad komt van Rosita. Die woont en werkt ook in de wijk waar Rosita leeft. Het is ook een beetje een smeltkroes waar heel veel mensen vanuit allerlei sociale achtergronden samenkomen. En Nadia doet een poging om te mogen binnenkruipen in het wereldje van Rosita. En haar wat te helpen in hoe om te gaan met die kinderwens. Je hebt ook meegeschreven aan het scenario samen met Wannes de Stoop en Tom Dupont. Hoe ging dat in zijn werk? Op het moment dat ik de vraag kreeg van Wannes de Stoop om mee te schrijven aan de film, ging mijn hart wel wat sneller slaan. Niet alleen omdat ik met Tom Dupont mocht samenschrijven, maar vooral omdat ik wist dat wij elkaar echt zouden vinden in het construeren van het verhaal rond Rosita. Dat ging eigenlijk super gemakkelijk. Dat is misschien raar om te zeggen, maar we hebben elkaar echt gevonden in de wereld creëren van Rosita. En samen de dialogen schrijven, fantaseren, ging echt supervlot. Ik ga, denk ik, of het nu in theater of in de film is, altijd op zoek naar verbinding. Een poging om mensen die aan het kijken zijn samen te brengen. Het publiek komt apart binnen in een zaal, of dat nu theater of film is. En hopelijk gaan ze op het einde met een soort samengevoel naar buiten. Je studeerde naast drama ook regie. Zie jij jezelf een filmregisseur? Ja, dat is toch wel een droom, ja. En ik denk dat ik mij daar al een tijdje stilletjes aan het voorbereiden ben. Ik vind het ook zalig om op een filmset te staan en op momenten dat ik zelf niet voor de camera sta, om dat mee te gaan volgen achter de camera. Ik weet niet of de regisseurs dat altijd even tof vinden, maar ik ben wel iemand die dan om de 5 minuten vraagt van waarom nu die lens en wat zij dan doen met dat licht en wat ligt die kabel hier te doen. Dus ik ben daar wel al een tijdje van aan het dromen om zelf ook eens te gaan regisseren, ja. Het genre zal zeker een menselijke film zijn. Het is denk ik moeilijk om geen menselijke film te maken. Maar ik denk dat er zuurstof en humor aan te pas zal komen. Omdat ik heel hard geloof dat als je mensen hebt doen lachen, of een glimlach een beetje hebt gegeven, dat een buik openstaat om geraakt te worden. Misschien een extreem grote ambitie, maar het zal een film zijn die raakt.